om te vertrekken. In Kortrijk worden de duo's in een geblindeerde wagen opgehaald om naar Antwerpen te rijden. Ciao, jongens. Hey, ciao. Hey, jongens, doe het ook goed, hè. Succes. De duo's moeten alleen nog beslissen in welke Antwerpse pop-up ze willen eten. Yannick en Lena en Mitchell en Daniela zullen het dus onderling moeten uitvechten. Oké, nou waar gaan we? Ja, ik vind dat moeilijk, hè. Ik wil echt naar de shops gaan. Eigenlijk. Die zijn gewoon super populair ook. Die zijn van in het begin populair en die hebben hun drive teruggevonden. Die zijn terug. Populair hoef je niet. Maar ik denk dat... Ja, maar populair is wel het spel. Het is niet alleen eten, hè. Ja. We hadden gewoon allebei een duidelijke voorkeur van in het begin. Bij ons was dat chops, bij hen was dat vijfde element. En er ging ze opties niemand die echt afgeven. Dat was zo moeilijk, hè. Ik ben benieuwd wat Bo met zijn groenten gaat doen. Want boos en vlees was ook wel top, hè. Boos en vlees was top, hè. Het beste wat Sarah heeft gegeten. Het vijfde element denk ik tot het meeste bij ons aansluit. Bo en Emily zijn de enigen die ook vijf gangen geven. Ja. Dan kun je ook zien van hoe vlot dat bij hun erdoor gaat. Allee, kun je een beetje vergelijken. Maar je moet ook wel een beetje denken aan het spel. Ja, maar het is en blijft ook een spel. En favoriet zijn is heel belangrijk. En Karel en Birger zijn van het begin... Zijn echt favoriet, vinden wij. Ik denk dat wij echt wel mogen zeggen dat een van onze sterke punten ons concept is. En bij Zun is dat ook echt, heb ik echt het gevoel. En dat is tof om dat zo een beetje naast elkaar te zien. Wij spreken zo helemaal niet over Madame P, eigenlijk. Ja, ja. Madame P is gewoon heel iets anders dan wat wij nu doen. Zowel voor u als voor ons. Onze voorkeur ging gewoon naar Chubbs. Dat was niks tegen Madame P. En hun voorkeur ging gewoon naar het vijfde element. Punt. Je kunt maar één voorkeur hebben. Ja, anders kobbels munt, hè, jongens. Ja, dat is het eerlijkste, denk ik. Dat is bekend, Jan. Wat is kop? Dat is Chubbs. Dat is Chubbs. Ik mag dat hier niet te hoog. Corrigeer, wacht. Ik mag nog één keer draaien. Kop is Chubbs. Dan. Dat is kut. Het is Chubbs geworden. Ik was er blij om. Chubbs. Maar ik hoop dat we nog een kans krijgen. Dan gaan we zeker bij het vijfde element. Ik hoop dat we geen kans meer krijgen om te gaan eten. Ik wil gewoon in de keuken zijn. Maar hier liggen ze echt, de poppers. Dan kunnen we ze al zien. Oh, hier zijn ze. Kijk. Zouden die ons al gezien hebben? Oh my god. Wacht, Lara. Er staat hier een auto voor de deur. En die stopt met die rij ook zo helemaal tot hier. Dat is ook kei raar. Ja. Zin ik ze? Ik weet niet wat dat is. Ik kan al sinds niemand herkennen, dus ik weet het niet. Nee, die kunnen ons niet zien. Ik zie iemand waaien. Ik zie het ook niet goed. Ik wou gewoon weten wie dat daarin zat. Die hadden zo'n geblindeerde ruiten. Ik dacht dat het een mega belangrijke beweging was. Ik ga hier maagzweren krijgen. Hè. Ik ook echt waar, dat is niet normaal. Ik zit echt te shaken op mijn benen, dat kun je je niet voorstellen. Ze gaan uitstappen. Oh mijn god, ze gaan uitstappen. En die blikken. Oh nee. Dat is Kortrijk. Hè? Dat is Kortrijk. Oeh, dat is Kortrijk. Hoe grappig is dit? Oh nee. Maar allez, stop je met oh nee. Sorry. Ik vond het wel spannend. Ik zit de concurrenten, dus je kunt eens gaan kijken bij je concurrenten hoe dat ze het doen. Mm-hmm. Hey! Zullen we eens komen eten of wat? We hebben een avond vrij gekregen en we mogen één iemand kiezen om te gaan eten. Maar dat blijft nog verrassend. Oh, ik hoop echt dat die daar hier komen. Ik zou dat zo fijn vinden. Maar het besluit van de duo's uit Kortrijk staat vast. Maar ik denk dat ze in Chubbs gaan eten. Gaan ze daar gaan eten? Denk het. Ik vond het heel jammer dat ze niet bij ons zijn komen eten. Echt waar, maar ik gun het maar. Chubbs. Echt wel. Zeker. Ze zijn met Chubbs binnen. Echt? Doe ik dat wel dat die barbecue gaan eten? Ik ben wel benieuwd op basis waarvan ze gekozen hebben om met Chubbs te gaan eten. Goesting een barbecue.